Hey mensen, Mark hier, en fijn dat jullie weer zijn bij deze nieuwe video. En voor ik ook andere dingen ga vragen, ik heb jullie hulp specifiek nodig voor iconswaps. Heel veel van jullie hebben waarschijnlijk al iconswaps rewards geclaimd en shit gekregen. Mag ik van jullie vragen, en ik wil heel erg graag dat je dit comment, wat heb jij, eruit ge wat heb jij gekozen, wat kreeg je eruit, en vond je het de tokens waard? Want ik heb ze nu bijna allemaal. Ik moet nog twee squads tokens en die, uh, een paar Futchamps games. En dan heb ik ze alle 18. Maar ik heb geen idee wat ik wil. Want de 92 plus Prime of Moments lijkt het totaal niet waar te zijn. Dus dat is een beetje tricky. De Prime Icon player pick is een gigantisch risico. Um, dus ik, ik, ik weet het simpelweg nog niet helemaal. Folder is natuurlijk altijd een optie, maar er is op dit moment niet echt een SPC die ik super graag wil. Behalve deze pedicies. Trouwens, als je een duimpje zou willen doen op deze video, zou het enorm gewaardeerd worden. Uh, nee, deze kaart is uitgekomen. Team 2 is er nu. Hij is de eerste SPC van deze promo. Of het de tweede deel van deze promo. Uh, het enige vervelende is normaal, normaal werktempo. Uh, hij is niet super duur. Hij heeft een 82 squad met een inform. Een 84 met een inform. En een 85 met een inform. Niet gek duur. Uh, het enige wat hij natuurlijk heeft is. Als je kijkt naar de meta, meta, kaarten. Is hij misschien wat moeilijk te linken. Maar ik wil deze kaart heel graag in mijn team. Als uh, aanvallende CM. Like me lachen. Twitch zou ik zeker kunnen, of links of rechts. Mid. Uh, maar ik wil hem gewoon in ieder geval gewoon hebben. Dus het enige probleem voor mij wordt een beetje op dit moment hoe ik hem überhaupt in het team ga krijgen. Nou, gelukkig ben ik niet helemaal vergeet 80. Ik heb drie keer die 84 plus player pick gedaan. Um, ik heb er eentje per ongeluk al geopend, want ik was voor de objective die bij team 2 komt, namelijk deze fancy futtler Celso. Uh, was ik bezig aan het kopen, En toen klikte ik per ongeluk te snel op kruisje en toen opende ik er een. Daar kreeg 86 giniars beste. Um, de reden dat ik dit soort objectives doe, ik had vorige week ook die Moses Simon gedaan. Dit is geen goede kaart. You know, als we heel eerlijk zijn. 4 skills. 3 star weak food. Uh, geen base card stat boven de 80, 88. Dat uh, is niet super. You know, la laten we heel eerlijk zijn. Dat is niet de crème de la crème. De reden dat ik dit soort gamemodes leuk vind. Is die, het is die in diezelfde als minimo's assignment in die gamemodes. Die savvy signings. Doordat mensen spelers moeten kopen van 2000 coins of minder. Ik vind het altijd leuk om tegen mensen te spelen. Wanneer ze, niet, wanneer ze een team moeten gebruiken dat buiten hun comfortzone valt. Want dan merk je pas wat mensen wel of niet kunnen. Dus het is niet moeilijk. De irritantste is misschien die twee buiten de goal. Twee buiten de 16 goals. Maar ik vond hem goed te doen persoonlijk. Dus we onlokken deze kaart gewoon. Al is het maar voor de show. Het gaat vooral om dit idee dus. Uh, ik, het is geen goede kaart, ik ga hem niet gebruiken Hij is direct folder. maar het kost hem een uurtje En ik vind het leuk om te doen, en daar gaat het uiteindelijk om Want dat is de hele key van FIFA in deze fase van het jaar Is gewoon, je moet doen wat je leuk vindt Met de spelers die je leuk vindt En als het dan iets goeds uitkomt, is het helemaal dikke prima Nog twee 84 plus playerpicks dus De eerste is, ja is 89 pens, maar dat is wel een goede uh, En natuurlijk ook nog een derde En dat is, niet super <laughs> dat, dat is één ding dat zeker is, het is niet super uh, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Het zijn folderspaces die ik eerst nog niet had. En dat zorgt ervoor dat ik met alle gemak van de wereld straks perisies kan doen. Uh, ik heb 25 packs waarvan er heel veel niet goed zijn. Het zijn vooral van die 75 plus crap dingen die ik niet, uh, die ik niet, waar ik niks mee kon. Vanwege het feit dat ik uh, die playerpacks had staan. <laughs> Je ziet het, een goed aantal. Uh, ik doe eerst deze. Mijn 7 keer 86 plus spelers. Uh, ik hoop vooral op niet te veel duplicates. Ik heb nog... Wacht, wat is dit? Wie is dit? Frans. Klaus. Ik heb zo'n headliner. Dus en ik zou anders deze kaart toch niet gebruiken, maar hij is niet super goed. Zeg maar de informkaart. Eh uh, en Sidigu. Ik bedoel het is, het is niet heel goed. Like ik heb uh, <laughs> het is echt heel veel. Like heel veel 86 188 en 686 Ja, we krijgen een andere, ja nou, we krijgen een fit fantasy, maar het het is een keeper. Like een Serie A keeper. En die gebruik ik al. En dat is mijn ja. Ja, hij heeft Long Throw. Wat leuk is. Maar hij kan niet in mijn team. Hij like, kan echt helemaal niet in mijn team. Dus dit, dit is wel. Dit, dit is wel jammer. Ergens. Die twee moet ik dan even discarden. Uh, maar ik heb Quick Sale Recovery. Dus dat, dat komt wel goed. Daar maak ik me niet echt zorgen om. Baal natuurlijk wel van dat soort packs. Maar hey, wat doe je er nou aan? Weet je wel, het is maar een pack op een game. Ik bedoel, je moet het zeker niet te serieus nemen. Maar uh, ik had een 100k pack. Oh, wacht. Nee, ik moet draft nog claimen. Dat is de reden dat ik die packs nog niet heb. Uh, we zaten dus weer in Divisie 1. Uh, ik had door kunnen spelen, misschien al voor Elite halen in, voor deze week al. Maar die, die voelde ik gewoon niet echt. Dat was het voor mij, vooral. Dus ik neem hier. Uh, wacht, dit is de optie met wat coins erbij. Ik denk dat ik dit doe uiteindelijk. Um, want de coins is toch wel handig. Ik verwacht nog wel een interessante SPC hier en daar. Want we hebben natuurlijk ook het team 2. Het is dus wonder dat ik dat heb geskipt met deze promo nog. Dat ik het nog niet heb laten zien per se. We kijken het even via de menus. Want you know, de, menu, de hoofdmenus laat niet. Coutinho heeft er een. Again, niet de meest spannende keuze. Wel echt een ontzettend lijpe kaart. Kijk, kijk naar de stats en alles. Stamina's geweldig. de Futchot is top. Want hij heeft vierster Weakfoot. Kijk, de kaarten zijn wederom ongelooflijk goed. Het nadeel is alleen dat ze ook ongelooflijk onorigineel zijn. Weet je, Ousmane Debeli een spitskaart. Wow, die zag niemand aankomen. En ook wederom, ongelooflijk zieke kaart. Verkoopt voor 6,7 miljoen, verkocht er straks eentje voor. Um, en ook Martial. Ik bedoel, deze kaart is lame. Want hij heeft 4-star weak een laag, laag werktempo. De kans is er dat hij een upgrade krijgt. Ik heb geen idee hoe die het doet, Daro. Ik bedoel meer van dat hij ook de derde upgrade krijgt voor de goal of assist. Maar... Ik, ik, ik zie niemand deze kaart gebruiken uiteindelijk. Vooral vanwege het werktempo. Martinelli, heel cool. Uh, vanwege het feit dat de enige eerdere kaart die hij had, was een Future Star. Dus omdat hij nog relatief nieuw is, valt dat dan nog mee. Plus, ik ben Arsenal-fan, natuurlijk ben ik partijdig. Like, het zijn allemaal goede kaarten. En dat is leuk. Alleen, ik, ik, ik weet dat ze andere kaarten ook goed kunnen maken. En het is jammer dat je dat minder ziet. Maar het feit dat hij 4-4 heeft, is super nice. Um, misschien dat ik voor hem een uitzondering maak en dat ik hem koop. Want eerlijk is eerlijk, het is een enorm goede kaart die ik gewoon heel graag wil. Uh, is dus heel goed, uh, Vierste Skills Faster Week voor, Daleru mijn Het enige jammer is wederom, en dat staat ook op deze pagina, is bijvoorbeeld weer een Bamba die ook toen al, wat was het, die rulebreakers had. Alexandro is wel cool, want die is tegenwoordig niet meer zo goed, en die krijgt niet echt upgrades meer, dus dat is dan nog wel interessante. Sisoko. ja, het is, kijk, die gaat, die gaat misschien één upgrade krijgen, als het meezit twee, uh, maar de goal van Siss gaat hij 100% niet krijgen. Uh, Pedro... Weet je, het ding is... Ik zag dit op, op Reddit of Twitter. Het is één van de twee. En het is het meest interessant aan deze kaart. Is op shooting na... Is deze kaart... Want hij gaat natuurlijk nog wel upgrades krijgen. Is deze kaart niet beter dan de beste Chiesa kaart. En dat is... Dat is crazy. You know? Like... Uh, Atal... Ik, 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 wil, ik wil hier niet eens wat over zeggen eigenlijk. Dit, dit, dit is... Dit is... Peak IE qua keuze. Uh, Rodrigo is nog wel cool. Uh, kans dat hij de upgrades krijgt, de, de alle drie, is vrij laag. Omdat die simpelweg niet super goed is. Uh, Vertongen is cool. You know, ik, 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 ik weet niet wat zijn kansen zijn. Kliniciet zou misschien kunnen, maar niemand gaat hem gebruiken natuurlijk. Behalve de Belgen, you know. Shoutout naar de Belgen. Maar... En dan nog Serigou Hinkapi. I, ik noem eigenlijk beter Hinkapi, maar het boeit me echt geen reet. Uh, een beetje de top Soba. Van dit jaar eigenlijk. Zelfde club natuurlijk ook. Uh, totaal onlinkbaar. Komt Ecuador. Maar het is wel echt een heel erg goede kaart. Normaal normaal is voor een centerback. Ja, maakt niet heel erg uit. Maar. Dit is wel een heel goede kaart. En dan nog. Van team 2 zit hier nog bij. Ja, Sidigu. En Mihaila's de Silver Stars. Maar die ga ik niet unlock. Dus aan spelers geen gebrek. En de kwaliteit ook zeker niet. Maar. Het is hem gewoon. Het is hem net niet helemaal. Weet je wel. Like, het, het is super ziek als ik er een pack natuurlijk. Want je weet wat je krijgt. En dat het Moker veel waard is. Maar aan de andere kant is het ook zoiets van... Ik denk dat je niemand hype zal zien worden van... Oh mijn god, kijk, ik krijg nu... Weet je wel... Uh, pff, nee, niet Macho, want daar ben je wel lijp om natuurlijk. Maar je snapt wel wat ik bedoel, denk ik. Het idee van, het is toch weer die kaart. Uh, we krijgen hier een lage walkout. Wat op zich niet erg is. Dat is dan Hummels, die we net hebben gepakt. Dus, again, quick sell recovery dan maar. Uh, en misschien ook David Silva of Amorata. Je zou kunnen zeggen, doe dan nu gelijk Perisic. En dan hoef je dat straks niet te doen, maar... Ik heb geen haast met die Passage-kaart. Want ja, ik wil hem lokken. Deze 100kpx trouwens van die, uh, van die Classic Cup-Objective, natuurlijk. Wat heel leuk was om te doen. Goede workout Kost uh, natuurlijk helemaal Navas. Uh, dat soort game modes zijn ook uitstekend. Blijf ik gewoon graag doen. Ik hoop hier nu nog een paar van. Want ik, je krijgt bijvoorbeeld een Small Prime Gold player. Het is niet heel erg goed, natuurlijk. Is ook niet waar je het voor doet, per se. Maar een fut Fantasy. Niet Serie Goo. Zou toch wel leuk zijn op zich, weet je wel. <laughs> D'Ambrosio. En dan Ghostens en p en zo. Ik bedoel, het, het is hem niet. Oké, okay, ik ga nog deze packs laten staan. Want dit zijn allemaal packs waarin je. Ja, kijk, je kan ze openen en op papier krijg je wat. Maar ik, ik ga jullie niet. Ik ga jullie niet doodvervelen met, 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 met dat soort packs. Ik wil niet mijn video rekken, puur om het rekken. Maar. Als ik wil kijken naar dit ding. Dus. Uh, Perisic er dus in. Boven dan. Ik kan hem ook starten op 7 camp to be fair. En dan gooi ik hem in de spits. Dat is ook zeker een optie natuurlijk. Hij krijgt sowieso de 2 upgrades. Het enige ding met Inter de afgelopen weken is... Ze hebben wat moeite met scoren. Perisic weet ik wel helemaal niet of hij veel scoort. Slash assisteert. Maar you know, scoren op journalistiek, Dat soort dingen. Dus dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Want dit team is mokergoed, goed. Like echt, echt heel goed. Alleen uh, ik wil wel Perisic erin zien te krijgen. Want dat is gewoon leuk. Dus dat is ook het ding. Voor mij elke keer als ik naar jullie teams kijk op stream. Ik denk niet van... Oh, dit is meta of zus en zo. Ik kijk van... Oké, okay, deze persoon vindt dit duidelijk lachen. Ik kwam tegen mensen... Die toch gewoon een volledige Eredivisie team. Dat soort dingen. Het is maar net wat je wilt. En daar gaat het dus om. daar probeer ik ook dit team naar te bouwen. Want ik weet. Deze verdediging. Dat was minus Cafu. Uh, dit heb je al 20.000 keer gezien onderhand. Dus die verdediging moet anders. AOR gaat eruit. Ook al is hij hem ook er goed. En dan uh, zien we wel hoe we dat gaan doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat me vooral eens dus weten wat jullie hadden gedaan met van Wat jullie aanraden. En dan kunnen we dat erin doen in een volgende video. En dan zie ik jullie later. Joe